voor wie is die natuur nou eigenlijk? Is die natuur nou echt alleen puur voor ons? Of mogen we ook best wel wat ontzag hebben voor de natuur? En die grazen zoals ze hier staan, die hebben ook een ontzettend belangrijke rol in het ecosysteem van zo'n natuurgebied als de Maasworst. Wat direct opvalt is dat het een heel mooi afwisselend landschap is. Hier en daar heb je groepjes bomen, dan weer hele groepjes struiken, dan lopen daar die grazen weer. En ja, door die afwisseling leven er heel veel soorten dieren. En die afwisseling, dat mozaïeklandschap noem je dat, dat is te danken voor een heel groot deel aan die grote grazers. Want die houden het landschap open en die houden het landschap heel divers. Ik zag bijvoorbeeld net al een groepje touwrossen, die waren echt aan het zandbaden, die hadden een heel mooi bad daar. Ja, en doordat die touwrossen zo'n zandpad maken, creëren ze dus ook een omgeving waar andere dieren kunnen leven. Zoals hier die zandloopkever, die ik hier net mooi in beeld heb. En op die manier krijg je allerlei kleine leuke biotopen. Waar weer allerlei andere gespecialiseerde dieren wonen. En daardoor krijg je dus een heel soortenrijk gebied. En dat is allemaal te danken aan die grote grazers. Mooi om te zien toch, die grote grazers. En wat voor biodiversiteit ze allemaal met zich meebrengen in de natuur hier. Alleen, ja, daarmee is ook wel een groot maatschappelijk vraagstuk ontstaan. Want voor wie is die natuur nou eigenlijk? Is die natuur nou echt alleen puur voor ons? Dat we hier vrij mogen recreëren en dat we overal maar de hond los mogen laten? Of mogen we ook best wel wat ontzag hebben voor de natuur? Mogen natuurlijke processen hun gang gaan? Mogen we zien dat de natuur dynamisch is? Ja, ik vind in ieder geval van wel. Ik vind dat prachtig. Maar ja, dat betekent wel dat we ook aan bepaalde regeltjes moeten voldoen. Dat je bijvoorbeeld inderdaad die hond vast moet laten en dat je een bepaalde afstand moet bewaren tot die grote grazers.